Maar dan en Evelien, 2 en 3. En was het een strijd? Ja, in het begin zaten we goed bij elkaar. Volgens mij de laatste ronde ging jij en Leslie er vandoor. Ja. Het was voor mij echt vechten, want Yvonne stond nog voor me. Ik dacht, ik moet gewoon een medaille halen. Dus echt vechten. Ik kon door mijn doorzettingsvermogen. Weer een medaille. Ja, erg blij mee. Ik kan goed pieken, denk ik. Evelien, hoeveelste medaille is dit voor jou? Pas de tweede eigenlijk. Ja, heel lang geleden een keer een derde plak op de NK Indoor. En nu een tweede, dus ja, super tevreden. Ja. Zat er in, hoe was voor jou die race? Hoe ging je erin? Bij de start dacht ik eigenlijk, dit gaat eigenlijk heel relaxed. Dus ik had echt geprobeerd, ik ga niet te hard starten. En de eerste rondjes ging het echt prima. Ik denk, laat me niet gek maken, ik loop gewoon rond de 10e positie of zo. Maar ik had ze wel in het vizier. Ik zag Yvonne lopen, ik zag Karen, ik zag Leslie. Dus toen liep ik eigenlijk steeds langzaam dichterbij. En toen op een gegeven moment ging Leslie op het rechte stuk er vandoor. En toen kon ik eigenlijk heel makkelijk mee versnellen. Dus toen zaten we met Yvonne, Leslie en ik bij elkaar. En toen ben ik gewoon oogkleppen open gegaan. En tweede. Ik kon Leslie niet meer inhalen, maar super tevreden. Wanneer was het zeker dat je die medaille had? Oh ja, ik vind dat moeilijk, want ik durf nooit achterom te kijken. Dus eigenlijk pas het laatste bochtje naar de finish dacht ik, kijk even gauw. En toen dacht ik, oh yes, ik heb hem. Dus dat was eigenlijk toen pas duidelijk, ja. En bij jou? Ja, ook. Ik dacht, ik moet gewoon alles geven. Die heuveltjes vond ik wel erg zwaar. Ik kon niet meer versnellen. Maar toen was ik al bij Yvonne. Dus ik dacht, gewoon nog even doorzetten. Maar toen bij de finish, de laatste 100, voelde ik wel dat ik goed derde was. Dus. Hoe loop je nou een goede korte cross? Want het zijn 3 kleine rondjes. Daar knallen tig meiden die bochtjes in de smalle paadje. Dan moet je wel je positie krijgen. Ja, ik denk gewoon hard starten en die eerste 2 rondjes een beetje kijken. En dan er vandoor. Hoort daar ook zo nu en dan een duwtje bij? Ja, zeker. Ja, zeker bij de start. Ja, je staat met z'n 30 allemaal langs die boom, zeg maar. Links of rechts langs. Dus ja, dat moet passen. Hoort bij de wedstrijd. Daar hoort er gewoon bij. En ik kijk ook, ik ben ook niet bezig met wie ik dan een duwtje geef. Ja, dat is gewoon zo. En dat heeft iedereen. Ja, maar jij hebt ook wel eens eerder tijdens de NK-baan een flinke duwtje gegeven. Ja, dat is ik denk ook maar eens een wedstrijd. Dus ja, dan gebeurt dat. En met een boemel helemaal. Ja. Alles een flinke duw geven, maar na de wedstrijd zijn jullie dat vergeten. Tuurlijk. Ja hoor. Ja, dan komt er soms een Facebookberichtje, sorry. Ja, en dan is het goed. Ja, hoort erbij. Wat is jullie eerstvolgende ontmoeting? Wordt het een duelletje ergens? Ik ga indoor doen, ik weet niet wat jij gaat doen. Nou, gezellig. Ja, sowieso, ik wil in Gent een paar mooie indoorwedstrijden lopen. En NK Indoor zien we elkaar denk ik sowieso weer. Ja. Dus ook nog wel een paar crossjes doen. En Nederlands Cross Circuit natuurlijk nog gewoon een korte cross. Ik weet niet of je dat nog gaat doen, maar dat... Ik ga over een paar weken naar Spanje Tracekamp, echt voor indoor, dus ik ga echt voor indoor en geen crossjes meer. Mm-hmm. Dat is een mooie afsluiter dit. Een mooie wedstrijd dan nog, toch? Ja. Succes!